de categorie Talent van het Jaar. Eva Geilingbiergen, Jorrit Kroon en Steffi van der Peet. Nou, jullie weten allemaal, als talenten moet je heel veel tijd in je sport stoppen. En daarom konden helaas ook twee van de drie talenten hier vanavond niet aanwezig zijn. Steffi, is er wel, goed dat je er bent. Laurens-Jan, het is zover. Ben je er klaar voor? Sporttalent van het jaar, Eva Geilenkirchen. Ja, en Eva. Eva kon helaas niet aanwezig zijn vanavond. Nou ja, zoals ik al net zei, als talent moet je gewoon buffelen. Ze heeft een flinke vol programma met school en natuurlijk heel veel zwemtrainingen. We hebben wel iemand anders die de prijs voor haar in ontvangst komt nemen. En dat is Fred Streefland, vriend van de familie. Fred, goed dat je er bent om de prijs voor Eva in ontvangst te nemen. Eva, die hebben we kort van tevoren op de hoogte gesteld dat zij deze prijs gewonnen heeft. En zij wil de zaal eigenlijk ook graag even toespreken. Daar gaan we nu even naar kijken. Okay. Hallo allemaal, mijn naam is Eva en ik vind het superleuk dat ik voor de Den Haagse Sporttalent gekozen worden ben. Ik vind het heel erg jammer dat ik niet kon komen, want ik zit er nu bij een wedstrijd. En het is een heel belangrijke en ik zit ook in de midden bij mijn school onderzoeken. Ik bedank nog alle die voor mij gestemd hebben en veel groetjes uit Zwitserland. Uw applaus voor het talent van het jaar, Eva Geilenkirchen. Ja, Fred, ze is trots, hè? Ja, ze is heel trots en ze wil iedereen bedanken die op haar gestemd heeft. En ze zit nu, wat ze zei, in Zwitserland voor de schoolonderzoeken. En ze kon echt niet komen en dat vond ze ontzettend jammer. Nou, goed dat jij er in ieder geval bent om die mooie prijs in ontvangst te nemen. Hij gaat uiteraard goed bij haar terechtkomen. Nogmaals jullie applaus voor talent van het jaar, Eva Geilenkirchen. APPLAUS